Wat doet dit moment voor u? Hoe komt dat over? Ja, ik vind het een eer van hier te zijn en ik weet wat er gaat gebeuren. Ik vind dat een aangename verrassing eerst en vooral. En ik hoop dat dat een mooie plaats gaat krijgen in Vilvoorde. Ik vind het zijn heel veel mensen aanwezig, dat vind ik al plezant. En ja, ik heb dat portret van Jean-Luc Dehaene een half jaar geleden geschilderd. En ja, ik moet zeggen, dat is me een eer dat te mogen doen. En het is een cadeau voor de stad Vilvoorde. We leven in moeilijke tijden, maar anderzijds is het ook plezant om zo'n warm geschenk te krijgen. Van een topkunstenaar is uit onze stad. Een talent die we een beetje te laat misschien voor het voetlicht gebracht hebben. Maar gelijktijdig ook een aandenken aan een groot persoon voor Vilvoorde. Wij wisten dus niet dat we zo'n artiest in ons midden hadden in Vilvoorde. En dan zijn we haar gaan opzoeken in haar atelier. In februari denk ik of zoiets. En we stonden versteld wat dat ze allemaal doet. Ik vond dat een heel mooie ervaring. Jean-Luc Dehaene mijn atelier te hebben. En ook Celie. Die waren alle twee inderdaad enorm geïnteresseerd aan mijn werk. Heel ernstig mijn werk aan het bekijken. En dat heeft me veel plezier gedaan. Ik ben in Vilvoorde omdat ik inderdaad wist dat vanavond Jean-Luc hier een centrale figuur zou zijn op deze receptie. En hij is voor mij in mijn politieke carrière toch altijd een beetje de schoutsleider geweest en gebleven. Het is een mooi moment. Hè. Mijn vader is jaren voorzitter geweest van de lokale CD&V, ook al mocht dat niet volgens de statuten. Hij heeft dat altijd willen blijven doen, omdat hij zeer goed wist dat de lokale werking van een partij dat zeer belangrijk is. En het feit dat hem hier vandaag gehuldigd wordt, dat doet natuurlijk plezier. In die zin dat hij in de partij altijd een enorm referentiepunt was, die als geen ander een analyse kon maken van de politieke situatie. En u dan op uw plaats zetten als het nodig was. En met mij was dat soms een paar keer nodig met BHV en zo. Waar mij ongezouten zei, tjudomst, hey, hoe gaan we dat hier oplossen en hoe gaat dat vooruit gaan? Maar hij deed dat altijd vanuit een enorm engagement. Waar nog altijd de schoutsleider naar boven kwam. Die dus echt onbaatzuchtig de zaken wou doen vooruit gaan. En vooral wou dat die kar bolde. Het was ook een man van daden. En eigenlijk in mijn partij de meest schrandere figuur die ik daar eigenlijk ooit heb gekend.